Ja, editie van de futuristen. Er was geen reden tot contact. Er zitten hier mensen live in de studio. Een beperkt aantal mensen. Die zitten allemaal braaf op 1,5 meter afstand in heerlijke zetels. En die kijken eigenlijk naar een heel groot scherm. Waar vandaan ze gewoon mee kunnen kijken met wat u thuis ook allemaal ziet. Want thuis zit ook een man of 40. En dan kan er ook nog via de Facebook meegekeken worden. En waar gaan we dan naar kijken? Nou, wat wij ons zelf tot doel hebben gesteld is om naar aanleiding van 4 interviews die wij 's middags voeren met toekomstige Nobelprijswinnaars. Nobelprijswinnaars die allemaal bezig zijn met iets wat de wereld blijvend gaat veranderen. En dan vooral betrekking tot het hebben van contact. Dat kan in allerlei vormen zijn. Naar aanleiding van die interviews hebben we onszelf tot doel gesteld om een film te schrijven. En we hebben schrijvers en acteurs uitgenodigd om met ons steeds in 1 dag te werken aan dat filmscript. Dus vanochtend om 12 uur hadden we nog niks. Toen hebben we dat interview gevoerd en sinds 1 uur zijn we aan het schrijven, aan het typen, tot ongeveer 10 seconden geleden. Mm-hmm. Volgens mij wordt er nog steeds getypt. Zelfs. Er wordt nog steeds getypt, ja, en ik moet ook nog mijn scène afmaken terwijl we gaan lezen. En waar u naar gaat kijken is eigenlijk naar, een eerste poging tot een filmscript. Maar dit was ook, ja, het was spannend, hè, Joep, vandaag. Ik vond het, ja, nou ja, ik was er niet bij. Ik ben echt net binnengevallen, 2 uur geleden. Dus ik weet niet hoe spannend. Ik vond het wel spannend. Ik was er niet eens bij en ik vond het spannend. Nou, het is altijd spannend om tegen een deadline aan te werken, maar helemaal op mijn allereerste dag. En helemaal als je zelf een totaal onmogelijke opdracht geeft. En ook een hele vrije opdracht eigenlijk, beseft ons net pas. Ja. Toch? Ja. Hoe schrijf je met z'n allen een filmscript als je niet bij elkaar in een ruimte zit? En dus vanzelf hebben we ook totaal verschillende films geschreven die we toch bij elkaar gaan brengen. Misschien goed om voordat we de filmscript voor jullie gaan lezen en brengen, is het misschien goed om eerst even kort te vertellen wie we hebben gesproken vanmiddag. Want we hadden de eer om Wijnand IJsselstein te interviewen. En deze briljante man is neuroloog en vooral bezig met hoe we de fysieke, ja, hoe ga ik dit nou goed samenvatten? De haptische, zegt iedereen hier even testen, het woord haptisch, zegt jullie dat wat? Ja? Oh, wat goed. Wauw, het aanraakbare, het tastbare. Dus kunnen we de aanraakbaarheid vangen in de technologie? Ik weet niet, ik vat het niet helemaal goed samen eigenlijk, hè, Wijnand. Ik weet niet of Wijnand zit er wel, maar hij hoort ons niet. Of hoe heet hij? Hij staat natuurlijk uit nu om te praten. Wijnand, ben jij daar? Ja. Ik ben er. Hoi. Wijnand. Vanmiddag hadden wij het interview samen en ik vatte het nu even heel slecht samen. Maar kan jij voor mij in 2 zinnen samenvatten waar jij je mee bezighoudt? Ik hou me bezig met tast op afstand. Met tast via technologie en de psychologische effecten die dat heeft op mensen. Super simpel en helder. Mm-hmm. Helemaal niks met haptisch. Gewoon tast op afstand. Dat klinkt al meteen briljant. Iemand zei vanmiddag terecht eigenlijk een soort van voodoo. Maar dan de geavanceerde versie daarvan. Naar aanleiding van die tast op afstand en naar aanleiding van dat interview zijn we dus met de schrijvers en de makers bij elkaar gaan zitten. En hebben we geprobeerd om een romcom te schrijven, een romantische komedie. Dat is het niet geworden. Het is een totale dystopische wereld geworden waar u naar gaat luisteren, vrees ik. En misschien is het goed om eventjes de mensen te laten zien die dit vandaag voor jullie hebben geschreven. En dan wou ik jullie eerst even voorstellen aan Ruta. Ruta, ben jij daar? Kan die even groot in beeld? Kan je dat doen, Juri? Dat we Ruta even goed kunnen zien? Hallo. Ja. Hallo, Ruta. Hallo. Hi. Deze schrijfster, die gaan we zo meteen terugzien. En dan laat ik jullie ook Katelijne zien. Ja, daar is Katelijne. Hallo. Hallo, Katelijne is ook actrice en Joep is haar partner. Ja, wij zijn partner. Had ik niet moeten zeggen. Mm-mm. Nee, en verder hebben we nog Hansje. Kijk, daar is Hansje. Die zit nu in het 4e jaar van haar schrijfopleiding, maar is al veel beter dan dat en schrijft ook mee vandaag. En dan hebben we nog Koen. Kijk, daar
zien. Koen kijkt heel bevreesd, maar het komt goed. Ik praat. Ah ja, heel goed. En tot slot, Emiel. Even kijken of we Emiel ook kunnen vinden. Daar is Emiel. Hallo, welkom. Hallo. Is nog iemand binnengelopen? Wat gezellig. Hallo. Zoek een plekje uit. Ga lekker zitten. Of ze worden weer weggehaald. Geeft niks. Het is heerlijk. Zo, deze, het voelt nu al een soort van twilight zone waar we in ons bevinden. Nou, dan hebben jullie allemaal iedereen gezien. Nou, tot slot, ik ben nog Greg Notrot. Ik heb ook geprobeerd te schrijven. Ik ben theatermaker, ik ben artistiek leider van het NUT, het Nieuwe Utrechtse Toneel. En samen met Studium Generale hebben we dit geïnitieerd. En naast mij zit Joep Hendricks. En met Joep heb ik deze dagen een beetje vormgegeven en presenteren we het. Mm-hmm. En dit is dus dag 1 van 4. Ik stel voor dat we gewoon gaan beginnen, Joep. Het lijkt me een heel goed idee. En dat we gewoon maar gaan ontdekken wat we in godsnaam hebben gemaakt. Ja, ik denk dat het toch best wel mee gaat vallen, hoor. Ja? Ik denk dat jij je zenuwachtiger maakt dan nodig is. Oké, Wijnand, veel plezier. Ja, het is ook een soort Wijnand cadeautje voor hem, hè? Ja, het is een cadeautje. Ja. Wijnand steekt zijn duim op. En dan, dan stel ik voor dat we gaan beginnen. Dan moet ik hier eventjes goed gaan zoeken. En dan beginnen we met Ruta met in Ruta. De spotlight te zetten. Daar is ze. Ja. Moet iemand de titel ook nog zeggen of niet? De titel is dan gewoon Er was geen... Nee, ik lees de titel hardop voor. De futuristen, er was geen reden tot contact. Babytje mijn, buiten moet je niet zijn. Je wil je handjes strekken, maar geloof me, dat zou je nekken. Babytje mijn, buiten moet je niet zijn. Mama wil je knuffels geven, maar die zal je niet overleven. Babytje mijn, buiten moet je niet zijn. Aanraken is verboden, vraag dat maar aan de doden. Babytje mijn, buiten moet je niet zijn. Intimiteit is onveilig. En jij bent mij heilig, babytje mijn, buiten moet je niet zijn. Het is de wereld van COVID-22. Het virus grijpt om zich heen, mensen raken elkaar steeds minder aan. Naar buiten gaan mag alleen als het noodzakelijk is. Knuffelen, een woord dat steeds minder wordt gebruikt. Alles voor de gezondheid van de mensen. Welkom iedereen. Even kijken hoor. Ja, leuk dat jullie er zijn. Vanuit de krochten van het internet spreekt u tot jullie. En vandaag laat ik jullie zien hoe jullie zelf weer de straat op kunnen. Hoe je mensen kan ontmoeten zonder risico op besmetting. Maar dan met dat fijne gevoel van aanraking. Echt ouderwetse aanraking. Geen simulatie, geen virtuele hug at a distance, real life, for real. Even kijken, ik neem jullie even mee naar mijn keuken. Het is een beetje improviseren vandaag. Het is eigenlijk vrij eenvoudig. Ik kan eigenlijk helemaal niet goed zien of ik nou goed in beeld ben. Maar dan kan ik de tekst niet meer lezen. Goed. Beter dit. Ik ga het even uitleggen. Wat je nodig hebt is een rol oude vuilniszakken, een schaar en een rolletje tape. Wat we namelijk gaan maken is een soort veiligheidspak. Daarvoor heb je ook nog nodig een oud shirt. Bijvoorbeeld dit shirt. Daarmee... Dat is eigenlijk alleen een beetje om de maat aan te duiden. Wat we namelijk doen, we gaan dit pak, dit t-shirt, namaken van vuilniszakken. Daar pak je zo'n rol voor. Ik heb het al een beetje geprepareerd.
Het is het volgende vak geworden. Ik hoop dat het goed te zien is. Dit vak. Het hangt een beetje af van de maat vuilniszakken die je gebruikt. Of je dan zeg maar 2 of 1 vuilniszak voor de romp nodig hebt. Ik had 1 vuilniszak nodig voor de romp. En 1 voor de armen. Zelfs ondertussen even demonstreren. Dit vak zit eigenlijk alleen aan de bovenkant, maar voor de onderkant kan je dus gewoon een oude regenbroek gebruiken. Die volstaat gewoon, want het virus dat verspreidt zich niet via het onderlichaam. Dus aan de onderkant de regenbroek, aan de bovenkant dit vak. Wat je ook nog bij de hand moet pakken, is je mondkapje. Nou ja, die kennen we inmiddels allemaal. En een paar handschoenen. Wat het idee is, even kijken, hoe had ik het nou weer bedacht? Is, je maakt hier een soort oogflapje in. Nou ja, dat is eigenlijk gewoon een gat in de zak met een plastic flapje daarachter. Zeg maar, kijk, ik kan in mijn ogen prikken. Nou ja, zonder dat dat dan dus pijn doet. Die bind je met een soort tapeje zo om je ogen. En dit doe je achter je oren. Je oren kunnen vrij blijven. Dan doe je dit mondkapje daarvoor. En zorg dat alles goed afgesloten is. Maak ook de mouwen goed afplakken met tape. Het kan zijn dat je glazen framepje een beetje beslaat. Maar het gaat vooral om de aanraking. Dus het zicht doet er niet zo toe. Handschoenen. Goed dat touwtje van de vuilniszak aantrekken. En ook dit weer goed instoppen, zodat er niks... Ik hoop dat ik nog een beetje te verstaan ben. Dat er niks bij kan. Ja, en op zich ben je dan dus nu klaar om te knuffelen. Het is de wereld van COVID-30. Aanraking is een unieke sensatie. We raken elkaar aan. Alleenstaanden zoeken naar alternatieve vormen van contact. Het gevoel van aangeraakt te worden is een gemis en dat is het grootste probleem van de samenleving. De balladen van de vrouw en de douche. Dit is de ballade van de vrouw en haar douche. Zij kwam daar niet meer onder vandaan. Het verhaal eindigt nogal loes, namelijk hangend aan de kraan. Wil je weten wat ze heeft gedaan? Ik zal u niet langer zitten stangen en vertellen hoe ze heen zal gaan. Ze heeft zich opgehangen. Ze zat niet lekker in haar vel en kreeg de laatste push van haar man die was vreemd gegaan. Hij probeerde nog een smoes, maar ging ten onder aan eigenwaan. Huilend zette ze de douche aan, tranen biggelend over haar wangen. Het water maakte haar verdriet ongedaan. En in haar groeide een groot verlangen. Ze wilde nooit meer weg onder de douche. Ze wilde eeuwen blijven staan. Ze verdween in een prikkelende roes. Warme druppels raakten haar teder aan. Zoveel intimiteit kon ze niet weerstaan. Dit was de rijkste omhelzing die ze ooit had ontvangen. Dit had haar man nooit voor haar gedaan. Hij had haar niet eens opgevangen. Uit ultieme wraak heeft ze zich laten gaan, haar nek gewikkeld in de slangen. Ze hangt daar tot ze zal vergaan en het doucheputje haar op zal vangen. We zijn 9 jaar verder. Het is de wereld van COVID-39. De economie is compleet ingestort, geld bestaat niet meer. De banken, de regering, de markten, het zijn begrippen uit het verleden. Uit noodzaak zijn mensen op een andere manier met elkaar gaan handelen, via het aanrakingssysteem. Wat ik hiervan vind, doet er niet toe. Ik ben maar een simpele bakkersassistent.
Ik doe mee omdat ik niet anders kan. Ik moet wel, ik zeg niet dat het goed is, maar zo is de wereld veranderd. Het is nu eenmaal zo. Ik zal een voorbeeld geven. Dit is het gesprek dat ik laatst opving toen ik achter het deeg uit de vriezer haalde. Ver, een vaste klant, stond al een tijdje in de winkel. Hij was de hele tijd met zijn vingers aan het frunniken. Hoofdbakker Jokke stond met zijn armen over elkaar achter de glazen muur. De apotheker had me al wat korting gegeven. Vanwege het weer, zei Ver. Op dat spulletje wat je laatst gebruikte voor je huid. Uit Zweden. Nee, voor iets nieuws. Van een eilandje. Huh? Oh, mijn dingen in beeld. Sorry hoor. Nee, voor iets nieuws. Van een eilandje in Noorwegen dit keer. Van Vilja. Houtskool uit 1930. Gevonden tussen de laagvegetatie op het oude kolenpad. Villa Venetius heet het. Die samenstelling van authentieke houtskool en natuurlijk groen opent op zo'n heerlijke manier mijn poriën. Nog beter dan die uit Zweden. Daarvan wordt nu trouwens gezegd dat er schapenstront in zat. En jij weet als geen ander hoe slecht dat is voor de tastzin. Ik zag het aan je. Je hele gezicht was zo... Maar jij snapt mijn positie ook, hè? Dat weet jij. Ik kan mijn prijs niet blijven verlagen. Ik wil en kan geen klimaatslaaf of nog erger een faunaverrader worden. Jij weet ook als niemand anders dat ik je hier graag zie. En ik maak me zorgen om je. Om je gesteldheid. Ja, het is de warmte. En ik ben niet de enige die dit meemaakt, hè. Fabienne van tegenover, die gaat naar Jos trouwens voor haar brood tegenwoordig. En ik snap dat wel, in zo'n staat, met dat brood. Maar voorlopig waag ik me daar niet aan. Die zie ik nog wel eens het huis uitkomen met haar haren los. En je kent Jos en de oren van Fabienne. Als dat de bodem is, dan ga ik nog liever kapot, echt waar. Verderf. Puur en puur verderf. Ver was onrustig met zijn voeten aan het schuifelen. Zal ik alvast voor het vergrootglas gaan staan trouwens? Zei Ver. Ligt eraan wat je wilt. Een heel mueslibrood? Zei Ver standvastig. Daar hoef jij niet voor naar het glas te komen. Dat zie ik vanaf hier wel. Vers ogen glinsterden helemaal. Hij lachte. Weer voor het eerst dat ik hem weer in de winkel zag. En 5 Italiaanse bollen. Zei die. Doe maar. Wil er nog iets? Doe dan nog maar wat van die Luikse suikerwafels erbij. En die slagroomtaart, als je dan toch zo vriendelijk bent. Zijn lach was ondraaglijk nu, oor tot oor. Hij kon de room al proeven. Verneuk je je handen niet door het allemaal te dragen? Oh, van die klauwen hoef ik het niet te hebben hoor. Die wil toch niemand aanraken. Elastine en collageen en Villa Venetius dus. Hier zo, dat stukje net boven mijn jukbeenderen, wat jij zo lekker vindt, dat is mijn pracht. Maar dat is natuurlijk, allemaal natuurlijk. Porto Porto was ook natuurlijk, maar dan anders, als je snapt wat ik bedoel. Hij lachte. Bakker Jokke haalde een keer zijn schouders op toen het weer stil was en zei... Ken je het verhaal van Bart? Wat er met hem is gebeurd? Wat hij met Peter heeft gedaan? Of wat bedoel je? Ja, dat hij bij de winkel van Swinkels binnenkwam met een pak gemaakt van puppies. Voor die dochter. Voor een boutje. Omdat hij gek werd van zijn douchekop. Dat dat niet meer werkte. En dat ze hem nu in het station houden. En jij weet ook wel waarom. Nee. Omdat hij loog, jij domme mogol. Dat waren helemaal geen puppies. Fretten waren het, jij idioot. Denk je dat ik gek ben? Denk je dat ik niet zie wat jij mij probeert aan te doen? Mij probeert te bedriegen met je verhaaltjes over Noorwegen hier, strontjes daar, collageen dit, elastine dat. Je bent hartstikke gek als je denkt dat ik daarin trap. Heb je enig besef wat ik hier allemaal moet doen? Dit allemaal, om al deze prachtproducten in mijn kiet te krijgen. Wat ik daar, waar ik aan moet voldoen. Hoeveel ganzen zalf ik wel niet op mijn neusvleugels moet smeren voor die vuilak van een leverancier. En vooral die van die taarten. Die is al helemaal erg met zijn creatine schaartje. En jij denkt, met je vieze verhaaltjes, je leugens, dat je mij zo ver krijgt? Dacht ik toch niet, hè? Berg kreeg tranen in zijn ogen. Smekend zei hij...
Ver, ik heb al dagen niks meer gegeten. Ik moet de apotheker nog afbetalen met rugvet voor die porto-porto. Ik kan niet meer. En jij weet hoe je met een zwan mortelschalpel omgaat. Ik moet iets eten. Bakker Jokke wees naar de hoek. Jij gaat met de rechterkant van je gezicht op die broodplank liggen daar. Voor wat? Je krijgt je mueslibrood, maar zonder de vlokken of stukjes. Die stuur ik naar mijn oudste. Jij verdient dat niet. Maar wat ga je doen met die kaasschaaf? Dat ga ik je vertellen. Ik ga een heel, maar dan ook een heel klein stukje van mijn tong afschaven. Die biopsie leg ik vervolgens op mijn wijsvinger, die omhuld is met cellofaan. Vervolgens glij ik eerst heel langzaam met mijn vinger over dat stukje huid. Daar zo. Net boven je jukbeen. Heel langzaam. Maar dan steeds sneller, harder ook, ruwer. Net zolang totdat mijn tongbiopsie totaal verdwenen is, het cellofaan helemaal versleten is en ik met mijn wijsvinger heel voorzichtig je jukbeenhuid kan aanraken. Dan pas krijg jij je mueslibrood zonder vlokken of brokjes. Waarom, Jokke? Waarom deze prijsverhoging? Je zei dat je om me gaf. Ja, ik woon niet alleen, Ver. Ik heb een vrouw en een kind tevreden te houden. Hoe denk jij dat zij gaan reageren als ik thuis kom zonder voldoening? Dat wij dan nog gelukkig zouden zijn? Het is COVID-55. Het is avond en het regent. In een flat op 146 hoog zit een man in een blauw licht achter zijn laptop. Op een populaire webshop leest hij recensies van de huid die hij draagt. Ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest in pijn. Ik heb het angstvallig gemeden in mijn jeugd, maar het boeide me wel. Nu ik het langzaam kan uitproberen, stapje voor stapje, de pijn kan doen groeien, ben ik het gaan leren begrijpen. Maar deze huid kan ik uitproberen wat ik wil. Met deze huid kan ik uitproberen wat ik wil, terwijl het ook veilig blijft voor mij en mijn omgeving. De huid is gemakkelijk te herstellen en de paniekknop werkt naar behoren. Volgende week zal ik eens een nieuw pakket gevoelens binnenharken. Ik zit te denken aan kneuzingen en zweren. Ik zal jullie weten later hoe het was. Erwin, 37 jaar. Vorige week ging de geschiedenisfunctie van mijn huid kapot. Op een of andere manier was hij gesynchroniseerd met de herinneringen van iemand uit de straat. Ik heb meteen met de helpdesk gebeld, geen probleem, zeiden ze. Binnen no time was mijn geheugen weer gevonden. Ik moest verklaren dat ik niet in het geheugen van mijn buurtbewoner had gegraven wegens privacyredenen. Natuurlijk heb ik dat niet gedaan. Nu weer lekker genieten van het Curaçaose zonnetje op mijn huid van onze vakantie 3 jaar geleden. Blij dat ik die weer terug heb. Chantal, 45 jaar. Ontevreden. Het plakt, is niet lekker aan en uit te trekken en kwam onvolledig aan. Een pluspunt is dat ik de ontbrekende onderdelen snel kreeg. Toch knelt het enorm bij mijn heupen. Als ik het daarnaast na lang dragen uittrek, blijft het voelen alsof ik hem aan heb. Ik draag hem niet meer dan wel. Ik draag hem meer niet dan wel. De investering niet waard. Maud, 25 jaar. Ik heb, na lang zoeken naar foto's, geprobeerd via mijn computer een oude en verloren jeugdvriend terug te halen. Dit lukte, maar het voelde helemaal niet zoals ik me kon herinneren. Ik kan me niet voorstellen dat mijn herinneringen niet kloppen, dus het moet wel aan het pak liggen. Het voelde te ruw en te strak, alsof het uit mijn voegen wilde barsten. Ik heb het vaker geprobeerd, maar het probleem bleef. Jacques, 87 jaar. Ik wilde voelen hoe het voelde om mezelf te knuffelen. Dat lukte. Ik was ontevreden over hoe ik mijn armen hield, dus heb ik de linker over de rechterarm geplaatst in plaats van andersom. Ik stond een beetje krom, dus dat heb ik ook aangepast. Mijn handen waren koud, dus heb ik mezelf voorgenomen om voor elke knuffel dat te checken. Zo heb ik mijn knuffel geperfectioneerd. Ik heb mijn knuffel zo uitgedokt dat ik het fijnste knuffel vind die ik ooit heb gehad. Je zou het moeten voelen.
warm en innig. Ik ben van plan om volgende week als test te uploaden. Mocht je hem willen proberen, laat het me dan weten. Orlando, 52 jaar. Hij klapt de laptop dicht en loopt naar de spiegel. Langzaam trekt hij zijn kleren uit. Het is COVID-59. Het aanrakingssysteem wordt volledig uitgebuit. Tegenover de kleinste diensten staan grote offers. Voor je de deur uitgaat, moet je jezelf helemaal inpakken. Als je iemand ook maar een stukje huid laat zien. Zus neemt een videoboodschap op voor haar broer. Hey, ouwe gek. Broer. Hier een berichtje van je kleine zusje. Nou ja, of zo klein ben ik trouwens ook helemaal niet meer. Hoe is het? Zit je lekker op Mars? Oké, nee, maar serieus, hoe gaat het met je? We hebben dus vandaag iets binnengekregen. Ik wist helemaal niet dat papa en mama hiermee bezig waren, maar ja, surprise, blijkbaar wel. Het is mega cool. Het werd vandaag bezorgd. We hebben echt zoveel geluk dat paps oren nog zo goed zijn. De betaling was in één keer helemaal in orde. Dat gebeurt eigenlijk helemaal niet meer zo vaak tegenwoordig. Ander verhaal. Het is dus ineens heel snel gegaan met die ontwikkelingen van die vesten waar je het over had. Weet je wel, zo'n haptisch vest. Dat hebben we nu dus in huis. Ja, we hebben hem in huis. En we sturen jou er ook eentje met de eerstvolgende box die naar Mars komt. Dus dat is dan, weet ik het, over 8 maanden of zo, toch? 8 maanden is het toch? Ja, nou ja. Anyhow, hij is naar je onderweg. Dus dan kunnen we eindelijk weer armpje drukken. Dan kan ik je helemaal inmaken met armpje drukken. En je de kietel doodgeven. En een tik. En een klein knuffeltje. Als we daar zin in hebben. Oké? Klein knuffeltje, broertje. Moet kunnen, toch? Mama en papa kunnen echt niet wachten, joh. Dan is het gewoon alsof je weer thuis bij ons op de bank zit. Oh, het is supergoed dat je daar bent. En wat je daar allemaal aan het doen bent. Maar we missen je. We missen je gewoon, oké? Dat mag je best weten. Ik moet trouwens ook nu wel weer opschieten, want ik kan niet al te lang meer opnemen. Ik moet batterijen sparen. We willen echt nog maar 1 keer per maand naar de winkel, want het is niet normaal hoeveel je nu moet inleveren voor 2 volle batterijen. Oké, dus ik stop met praten. Ik hoop dat het goed met je gaat. We houden van je. We missen je. Doei, broertje. Doei! Het is COVID-100. Wie het zich kan veroorloven, bestaat in echt nog maar nauwelijks. In de nieuwe wereld, een virtuele, is alles zoals je het hebben wil. Welkom in de werkelijkheid. Hier is alles normaal. Hier is alles zoals het hoort te zijn. Hier is alles zoals het altijd is geweest. Hier bestaan geen desastreuze gevolgen. Waar is de video? Waar blijft de video? Ja. Doet de video eens? Ja. Nou, gelukkig doet de video het weer. Welkom dus in de werkelijkheid. Hier mag je het middelpunt zijn van je eigen leven. Hier hoef je geen rekening te houden met anderen. Als je daar geen zin in hebt. Hier is vooruitgang lineair en zonder eindpunt. Is morgen altijd beter dan vandaag? Hier is niemand ooit verdrietig. Staat er altijd iemand voor je klaar? Iemand om je aan te raken? Iemand die je kussen wil? Hier is het gezellig. Kijk niet om, dan stort het in. Rutta. Rutta.
Okay. Ik ontmoet hem in een steegje tussen de twee grootste gebouwen van de stad. De twee gebouwen staan zo dicht op elkaar dat iedereen denkt dat ze aan elkaar vastzitten. Dat ze één gebouw zijn. Maar tussen die gebouwen is een smalle steeg, niet breder dan een meter, die alleen de katten nog weten te vinden. En wij. Ik lig op de grond als een hoopje afval, zodat niemand me ziet. Behalve hij. Ik hoor stille voetstappen en soms een krakende plof, alsof iemand een vuilniszak buiten zet. De ploffen komen steeds dichterbij en plotseling voel ik iets naast me. En ik weet dat hij het is. Twee hoopjes vuilniszakken in een steeg en niemand die ons ziet. Ik hoor zijn ademhaling. Ik voel zijn warmte tegen mijn schouder. Een warmte die zich door mijn hele lijf verplaatst. Ik heb dit zo gemist. Krakend zoekt een arm zich een weg over mijn lichaam. Een knal. En we verstijven. Iemand die zou kijken, die zou niet zien. Geen afval. Alleen resten, weggegooide zakken. Met inhoud die niemand meer hoeft te hebben. Maar wij voelen alleen elkaar. Ik draai me naar hem toe en druk mijn mond tegen hem aan. Ik kan hem bijna ruiken. Zijn zweet, zijn geur, zijn verlangen. Mijn been begint te slapen. En ik strek me uit op de grond. Als één wezen draaien we om elkaar heen en smelten in elkaar. Verwarmen elkaar. Het is warm, heet. Ik krijg bijna geen lucht. Maar het kan me niks schelen. Niemand kan ons zien. In die flat op 146 hoog staat een man naakt voor de spiegel. Of naakt. Hij draagt een dun, doorzichtig vlies dat strak tegen zijn huid geplakt zit. We horen de stem van de man als voice-over. Troost. Ik zoek troost. Hoe groot ik ook groei. Ooit had ik de luxe van een vader en een moeder. Mijn vader is altijd groter gebleven. Ik kon tegen hem aanstaan zonder dat hij omviel. Mijn hoofd hoog op zijn borst, zijn hand op mijn slaap, de zachte, zoete geur van zijn check in mijn neus. Mijn moeder ben ik ruim voorbijgeschoten. Al op mijn 14e had ik haar ingehaald. Klein vrouwtje was het, mijn moeder. Mijn wang rustte op haar wang. Ik kon haar volledig omarmen, omhelzen, omvatten. Het liefste legde ik mijn hoofd in haar schoot. Mijn knieën opgetrokken, lig ik in haar schoot. Ze streelt zachtjes door mijn haren. Troost. Ik zoek troost. Allebei mijn meisjes vertrokken. Naar dat deel van de wereld waar je veilig bent. Oh, zij konden als geen ander knuffelen. Hun armpjes om mijn nek, wang tegen wang. Vol overgave drukten zij zich tegen me aan. Of liggend op mijn buik met hun oor op mijn hart. En dan samen ademhalen. Die laatste knuffel. Vlak voor hun vertrek heb ik jarenlang iedere avond herhaald. Telkens weer speelde ik hem opnieuw af. Troost. Oh, ik zoek troost. Troost. Mijn huid knelt. Hij past niet meer. Ik drink te veel en beweeg te weinig. Ja, de verbindingen op mijn borst en in mijn nek zijn versleten. Juist de plekken die ik het prettigst vind. Natuurlijk, hè, de plekken die ik het meest heb gebruikt. Ze doen het niet meer.
Mijn lief is nu 29 dagen geleden overleden. Ze was al langer bij me weg, maar ze is altijd mijn lief gebleven. 8 jaar terug, toen is ze vertrokken. Woest. Ze was woest, was ze. Woest omdat ik vreemd ging met haar jongere versie. De versie van toen we net iets kregen. We waren 22. Op basis van wat oude foto's had ik de computer eens gevraagd om haar te materialiseren, zomaar uit nieuwsgierigheid. Ik streelde zacht haar armen, haar nek, haar buik. Proefde voorzichtig van haar lippen. Ging langs de rondingen van haar borsten en haar billen. Zocht haar tepels. En ik weet nog hoe verbaasd ik was dat het programma zelfs in staat was om die hard te laten worden. Wat onschuldig begon uit nieuwsgierigheid, werd op den duur een verslaving. Ze kwam erachter, mijn lief, ze kwam erachter toen ze zich aansloot op de computer. Was vergeten uit te loggen en ze kon het niet laten om in mijn geschiedenis te speuren. Woest was ze. Eerst begreep ik het niet, lief zei ik, ik hou van jou, van wie je bent, maar ook van wie je was, van wie je worden zal. Ik ben bij jou, dat kan toch geen vreemd gaan heten, het was altijd met jou. Maar ze was heel duidelijk. En ze zei, het verval is mijn grootste pijn, mijn grootste angst. En jij bedriegt mij met dat wat ik ooit was, confronteert mij met dat wat ik niet meer ben. Met dat ik niet meer volsta. De klap die ze me gaf, de stompen op mijn bovenarm. Ik heb ze opgeslagen en mezelf er avond na avond mee gemarteld. Hoe kon ik zo stom zijn om het laatste werkelijke fysieke contact dat ik had zo weg te gooien? In mijn meest duistere momenten heb ik haar versie van 22 volledig in elkaar geslagen. Straffeloos. Daarna huilde ik het uit in de virtuele schoot van mijn vriendin. Maar sinds dat ze gestorven is, volstaat haar schoot niet meer. Hij troost niet meer. Maar wrijft het verdriet en het gemis als ruw zout over mijn wonden. Troost. Ik zoek troost. Mijn tweede huid trekt en jeukt. Hij werkt niet meer. Is verdoofd waar ik voelen wil en geeft scherpe scheuten pijn wanneer ik het niet verwacht. Die scherpe scheuten pijn zijn de resten van een virus dat ik per ongeluk gedownload had. Het zat verstopt in een douche van vanillevla die ik via de spam aangeboden kreeg. Ik had het kunnen weten, maar ik ben erin getrapt. Alsof vanillevla me troosten zal. Het is genoeg geweest. De man stroopt de huid, het vlies van zijn lijf. Dan loopt hij poedelnaakt naar buiten, over de galerij naar de lift. 146 verdiepingen zakt hij naar beneden, verlaat de flat en loopt dan door de verlaten straten in de schemering. Hij komt bij een park en houdt daar stil voor de bosjes. De vogeltjes zingen in het zon en het zonlicht schijnt, een gouden gloed door de bomen. Het is een fijn moment. Dat voel je in elke vezel van je lichaam. Degene met wie je hier bent, kijkt om en strijkt het haar achter het oor. Een glimlach. Eentje die je raakt. Ergens in een kern waarvan je niet wist dat die er was. Vanuit die kern borrelt warmte op. En de warmte straalt door naar je vingertoppen en je tenen. Je wangen gaan ervan bloeien. Aanraken, dat is wat je nu het liefst wil doen. De vingertoppen branden van verlangen aan te raken. Nu, je steekt je hand uit naar degene die je lief hebt. Diens hand brandt van eenzelfde verlangen. Dat is zeker. De man staat naakt in de regen en staart naar de bosjes. Dit zijn de troostbosjes,
De plek voor de hopelozen, de wanhopigen, de armzaligen en de hek en de gekken. Daar waar mensen samenkomen om elkaar met gevaar voor eigen leven aan te raken, te omhelzen. Met seks heeft het niks te maken. Het gaat om de warmte, de druk, de ademhaling. Voor wie het zich al gaat, niet volstaat of het zich niet veroorloven kan. Echte troost. Voor wie bereid is om te sterven. De man loopt de bosjes in. Daar staat een andere man. Hij is naakt en oud. Ter plekke wat je nog lezen moet. Oh. Oud, grijs, naakt. Ze omhelzen elkaar. Lang en teder en zacht. Ze huilen. Durven we? In de lucht bouwt zich een druk op. Even blijft die druk prettig, nieuw, spannend, maar ook voelt de druk ondraaglijk en moet de druk verlicht. Ademen. Dat is wat je wil. In de ogen van de ander zoek je naar toestemming, maar de ander trekt zich naar je toe met aantrekkingskracht. De oogwenk die het duurt voordat je dichtbij genoeg bent, gaat heel traag. Kan het sneller gaan? Denk je bij jezelf. En dan? Eindelijk. Alles is donker. Hier en daar wat lichtjes. Alles is stil. Hier en daar wat piepjes. In het donker hangen twee dunne lijfjes inpakken aan kabels. Hallo? Hallo? Je vingers proberen zich een weg te banen. Je raakt iets kouds aan, iets hards. Je vingers zitten opgesloten. Je probeert je rug te rechten. Je rug is stijf. Je spieren slap. Je schouderbladen raken staal. Je probeert je hoofd te draaien, je nek zit vast, het doet pijn. Hé, wat? Waar? Hoe? Hallo? Hallo? Help! Wie? Help! Hé, hou je... Sst. Ben jij... Ik denk van wel. Zien ze er in deze werkelijkheid hetzelfde uit? Zien ze er anders uit? Wie zijn ze in deze werkelijkheid? Wisten ze ooit van deze werkelijkheid? En ik? Geen idee. Ze blijven allebei even stil, kijken om zich heen. Waar zijn we? Hallo? Is hier iemand anders? Ik denk dat we alleen zijn. Waarom? Waren wij net... Ja. Ik wilde je... Sorry. Ik wilde je graag kussen. Dat weet ik. En u? Weet ik niet. Ik bedoel, ik wilde jou ook kussen. Maar ik weet niet waar we zijn. Waar ben jij? Ik denk rechts van jou. Ik kan je niet zien. Ik jou ook niet. Ze proberen allebei met alle kracht die ze hebben hun hoofden naar elkaar toe te draaien.
Het is de eerste keer dat ze uit de werkelijkheid vallen. Stel je voor dat je je leven lang in een simulatie hebt geleefd die wordt doorbroken. Word je dan langzaam wakker? Schrik je en raak je in paniek? Hoe kom je er in godsnaam en in naam van welke god achter dat je in die simulatie leeft en dat dit wel de werkelijkheid is? Help! Godver. Waarom? Ik mis je, denk ik. Hier ben ik, ergens. Waar is de zon gebleven? Ja, de zon kan ik me ook nog herinneren. De zon die kan toch niet zomaar verdwijnen? De warmte moet toch blijven, een tijdje? Ik voel nog dat ik je wilde aanraken, dat alles tintelde, dat voelt warm. Is dat de zon? Ik weet het niet. We weten niks. Godver. Ik herinner me nog het gras. Het gras onder onze voeten, het was nog een beetje nat. Het rook zoals nat gras. Waar is dat gebleven? Ik weet het niet. Babytje mijn, buiten moet je niet zijn. Je wil je handjes strekken, maar geloof me, dat zal je nekken. Babytje mijn, buiten moet je niet zijn. Mama wil je knuffels geven, maar die zal je niet overleven. Babytje mijn, buiten moet je niet zijn. Aanraken is verboden, vraag dat maar aan de doden. Babytje mijn, buiten moet je niet zijn. Intimiteit is onveilig en jij bent mij heilig. Babytje fijn, buiten moet je niet zijn. Tot zover. En dan zou dit dus... dit is het resultaat van het schrijven en het werken van vandaag. Voor ons ook een totaal nieuwe ervaring en wennen met heel veel connecties en contacten en Zoom-meetingen die dan weer vastliepen en deden. Maar oké, we krijgen applausjes van Tim Schouten, virtuele applausjes, handjes die klappen. Ja, ik kan me ook voorstellen dat allemaal... en Sander, ook fijn, dankjewel. Ja, en er klinkt dan geen applaus tegenwoordig meer, hè, maar dan zie je handjes klappen in het beeld en mensen zwaaien. En hier mag ik wel. Mijn moeder is aan het klappen. Jonathan is aan het klappen. Gezellig. Dankjewel. Het was een enerverende eerste dag. Maar wij gaan verder. We schrijven verder aan onze film. Mm-hmm. We gaan kijken wat er van overblijft. En het is heel leuk om jullie terug te zien komen de komende 4 dagen. Dus blijf het volgen, ofwel live, ofwel vanuit huis. Wat het uiteindelijk wordt, dat gaat groeien. Kunnen ze nou ook morgen terugkijken of niet? Ze kunnen terugkijken. Jawel, hè? Ja, precies. Ze kunnen terugkijken, maar mooi. Ze kunnen ook gewoon morgen opnieuw om 8:30 virtueel aanschuiven. Live niet, want dan zit het vol, hoewel... Ja. En morgen om 12:00 hebben we een heel tof volgend interview gepland staan. En dan had ik het net nog voor me... met wie dat was. Jos Malda. Zeg ik dat goed, Erwin? Help me even. Ja, hè? Jos Malda. En dan gaan we het hebben over het printen van het kloppend hart. En het vervangen van allerlei organen met 3D-print. Zeer interessant, omdat het niet alleen maar gaat over dat printen. Dat is vrij makkelijk. Maar vooral ook, hoe kunnen we dat nog verder optimaliseren? Kunnen we dat spannende vormen geven? Kunnen we eigenlijk wat de evolutie niet gelukt is in de afgelopen 1000 jaar, kunnen wij dat gaan verbeteren en nog beter maken. Erwin en ik zitten hier morgen om 12:00 en dan kunt u weer allemaal aanschuiven.
En dan, dan hoop ik jullie dan weer terug te zien. En dan gaan wij onze spannende experiment en reis voortzetten. Toch? Ja, zeker. Ik heb er zin in. Weet je wat ik het meest mis, Joep? Nou? Is het nakletsen met z'n allen. Ja, dat we nu lekker met z'n allen bier kunnen drinken. Ja. En een beetje kunnen kletsen over wat er gebeurd is. Ja. Kunnen we dat niet? Nee, dat kan echt niet, hè? Nee, ik bedoel, het kan op afstand. Hier wel, ja, precies. Met mensen hier, maar het kan niet met alle andere met schrijvers mensen thuis en makers. Kan ik, nee. Dus lieve schrijvers en makers met wie we vandaag de hele dag hebben gewerkt, blijf nog heel even hangen, want dan nemen wij zo meteen nog even intern afscheid van elkaar, voordat we naar de dag van morgen gaan. Moeten we nog even zeggen wie er morgen meedoen? Ja, is dat niet leuk? Jawel, hè? Ja, roep maar, Joep. Morgen hebben we acteur Maurits van den Berg. Oh, leuk. Een hele leuke acteur. Ja. Daar heb ik mee gespeeld. Luca Brissink, dat is een actrice uit Utrecht. Oh. Jibbe Willems gaat schrijven. Oh, Jibbe, die kennen we allemaal, ja, precies. Ja. En Job Koelkamp gaat de muziek doen. Of gaat hopelijk een nummer maken. Wat die hebben we morgen. En jij bent er morgen. Ik ben er morgenavond weer. Ik ben er ook. Ja. Dan zie ik jullie allemaal dan. Dank jullie wel voor het meekijken, voor het intunen. En heel graag tot morgen. En Wijnand, blijf je ook nog even hangen. En dan wil ik de rest vragen om... Ja, toch heel raar om langzaam de virtuele ruimte te verlaten. Sorry, jongen.